We zitten hier in Groningen op een schietterrein waar we eigenlijk nooit zitten. Hoe komt dat? U bent de oude voorzitter, mag ik het zo zeggen? Dat mag ik zo zeggen. Ik ben inderdaad de oude voorzitter. We hebben gisteren de jaarvergadering gehad. En in de jaarvergadering heb ik dus afscheid genomen als hoofdmanszinde, niet als bestuurslid, maar als hoofdmanszinde. En overgedragen aan de jonge garde, en in dit geval aan Gert-Jan de Wijze. De volgende vraag van u was, waarom zitten we hier? Wij zitten hier omdat er problemen ontstaan zijn met de eerste instantie met de corona en de tweede instantie met het hoogwater. We hebben namelijk door de corona hebben we namelijk met Pinksteren niet kunnen schieten. Dat is verplaatst naar nu. En helaas hebben wij een week geleden te horen gekregen dat de coronanormen weer aangescherpt zijn. Dus ook aan die eisen moesten we voldoen. Dat is punt 1. En tot overmaat van ramp blijkt ons schietterrein ondertussen onder water gelopen te zijn. Dus we konden helemaal niet terecht op ons eigen schietterrein zoals we het eigenlijk gepland hadden. Dus wat is dan een oplossing? Ofwel we lassen weer opnieuw alles af of we gaan op het oude schietterrein schieten. Nou, de keuze van het bestuur is gevallen op het oude schietterrein. En tot heden kan ik alleen maar zeggen, ik ben heel blij dat het bestuur tot die conclusie is gekomen, want het werkt perfect. En we kunnen toch onze nieuwe koning dadelijk hopelijk verwelkomen. Dank u wel. En dat is heel fijn dat het hier kan, want anders had het toch afgelast moeten worden. En alle organisatiedingen, die hadden jullie al klaar. Dus toen moest ineens alles weer omgezet worden. Maar dan ga ik even naar de nieuwe hoofdman. Klopt, Gert-Jan, inderdaad. Wat je het zelf, alles moest in één keer weer omgebogen worden. En ik denk, in dit moment laat Groningen echt zien hoe snel Groningen kan schakelen, zeg maar, als dorp zijnde. Iedereen steunt de gild. Iedereen weet, ja, natuurlijk van de maatregelen die Theo net ook al benoemde. En als je ziet hoe snel wij in 4 uur tijd kunnen schakelen tot hier weer terechtkomen op het oude schietterrein, wat vanaf eigenlijk 1982 niet meer opgeschoten is. En we komen wel elk jaar natuurlijk terug als symbool van ter ere van het schietterrein. Dan is het toch fantastisch dat wij dit zo snel kunnen schakelen. En de mensen geloven erin en doen mee. En dat is, ja, dat is verbroedering. Dus zo, ja, zo wil ik het eigenlijk gewoon echt omschrijven. En dat vind ik echt fantastisch aan vandaag. En gelukkig werkt het weer wel mee vandaag. Dat is wel heel belangrijk. Ik zie heel veel lachende gezichten. Dus ik ben een heel tevreden eerste dag hoofdman. Maar ik geniet nu al met volle teugen. Nou, dat is heel fijn. En het is ook fijn dat hier heel veel ruimte is. Want anders hadden de mensen op het bordes moeten zitten en veel te dicht bij elkaar. Dat had niet gekund. Klopt wel, daar hadden we wel al over nagedacht natuurlijk. Wat Theo ook al toelichtte, zeg maar. We hebben echt alle reglementen opgevraagd bij de gemeente. Welke richtlijnen moeten we volgen? Het registreren en alles. En de gezondheidscheck bij binnenkomst. En iedereen moet even telefoonnummer, e-mailadres opschrijven. En dat is fantastisch dat iedereen daar gewoon aan meewerkt. Omdat ze blij zijn tot we eindelijk naar Pinksteren gewoon weer kunnen gaan schieten. En ja, vandaag is het dan eindelijk zover. En ja, het water speelt natuurlijk ook niet mee. Maar ik heb er eigenlijk bijna geen woorden voor hoe speciaal het is dat we hier zitten. Ja, het is wel heel apart. Ja, het raakt apart. Me ook echt. Want vanmorgen was ik ook heel zenuwachtig. Van wat gaat het nou worden? En gelukkig bleef de telefoon stil. Want ik heb zelf nog, moest ik nog werken. Ja, dat gaat ook gewoon door. En ik moest op een gegeven moment zelf gaan bellen, dus ik wist al van geen nieuws, goed nieuws. En ik belde op en ze zei, ja inderdaad, we hebben weer een manier gevonden op z'n Groenings. En we gaan er gewoon vandaag toch een heel mooi feestje van maken. Met het hopelijk een leuke nieuwe koning. Ja, je zegt wel koning, maar volgens mij is er iemand die ook keizer kan worden. Of heb ik dat verkeerd? Nee, dat heb je helemaal goed. Chef kan zijn eigen vandaag tot keizer schieten. Want is twee keer, die heeft zijn eigen 2 keer tot koning geschoten. Is wel een jaar stil geweest. Dus met andere woorden, dat is 3 jaar koning. Maar dat telt jammer genoeg niet. Je moet 3 keer achter elkaar die vogel eraf schieten. En hij kan vandaag voor de 3e keer die vogel eraf schieten. En dan is je inderdaad keizer. En dan vervalt de taak van Jeroen Kuipers, die op dit moment keizer is. Die vervalt dan. En dan is chef Stegen op dit moment de nieuwe keizer.
En hoe lang is Jeroen keizer? Jeroen is keizer geweest vanaf 2009, volgens mij. Ja. Oh, dat is toch een hele tijd. Dat is een behoorlijk tijd. Ja. Maar goed, het komt ook ideaal voor zoiets. Nee, hè? Dat is waar. Dat moet ook niet. Want dan, nee. Dan is het niet meer spannend en apart. Hè? Nee. Nog even een vraagje. Gildedag? Nee? Nee, dit jaar hebben we helaas geen gildedagen mogen beleven. Jammer. We hebben allemaal heel veel moeten missen. Het oefenen, het samen zijn. En dat missen we gewoon. En vandaag is het natuurlijk weer de eerste dag dat we echt weer het kostuum aantrokken. Vanmorgen ook. Ik dacht van, het is wel warm. Ik dacht van, oh, dat is lang geleden dat ik het weer zo warm heb gehad in het pak. Maar dan stroomt toch wel weer het bloed zeg maar, door mijn lichaam heen, wat ook opwarmt. En dan denk ik van, we mogen vandaag weer. En veel jonge aanwas, heb ik gezien? Klopt, ja. Dat heb ik vanmorgen al gezien met de reveille. Dat is toch wel fantastisch dat er gewoon jeugd meeloopt, al met een aangepast kostuum, zeg maar. Maar wat wel vrolijk meedoet en lekker het ontbijtje meemaakt. En als je ziet hoe dat weer allemaal tot stand komt met alle reglementen die er zijn, tot alles weer verzorgd is, tot iedereen weer genoeg afstand houdt. Ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ja, dat is en waar. De jeugd heeft uiteindelijk de toekomst. Ja, ik ben zelf ook nog jong, dat weet ik. Maar de volgende generatie moet nu eigenlijk al langzaam in het intreden in het gilde. En ja, als je ziet wat er vanmorgen gebeurt, dan is dat superleuk. 7, 8 jonge kinderen van een jaar of 4, 5. Ja, supermooi. Ja. Ja. En we hopen dat als ze opgroeien, dat ze dat gevoel blijven houden. Hè? Ja, dat klopt. Dat weet je nooit, maar het is altijd spannend. Blijven ze erbij of gaan ze weer? Ja, dat blijft denk ik bij iedere vereniging wel lastig, want de jeugd... Vroeger hadden ze 1 hobby, nu hebben ze er 3, want ze zitten op voetballen, korfballen. Dan vinden ze de gilde nog leuk, ze vinden alles leuk. Ja. Maar uiteindelijk, ik denk als je over een gilde praat, dan denk je dat je gevoel goed moet zijn en niks kunt pushen. En als je gaat pushen, dan raak je denk eerder jeugd kwijt als dat je gewoon open staat voor de jeugd. En wat wij enorm proberen, enthousiasmeren, motiveren. En ik denk dat wij als gilde, als Groeningen, daar zeker in de toekomst aan blijven werken. En oude verhalen vertellen, denk ik. Hoe spannend dat het vroeger was. En wat ze deden. Zeker. Dat lijkt me heel belangrijk. Ja, ik heb maar zelf ook al... Ja, ik denk dat we terug gaan, want ze zijn weer aan het schieten. En straks missen we natuurlijk degene die de vogel eraf schiet. Ja. Mag ik jullie hartelijk danken. En morgen de mis? Ja. Dan komen we waarschijnlijk ook nog even kijken. Wel, dat zou leuk zijn. Ja? Nog heel veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik begin allemaal met waterpistool. Dan gaan we bij.
Tenminste, dat beschouwen we nu al als verloren. Ja, dat kan. Niet lang. Je zou zeggen, maar. Ja! Ik zoek hem op wel, dus. Ja, ik ben het weg. Ja. 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 Ja.
Niet goed voor de oren, nee. Van de leer, zet af, de hoofddeksel. Presenteer uw vaandel. Neigt uw vaandel. Zwaait uw vaandel voor God, koning en vaderland, tamboer, roertetrom, mars. Goedemorgen allemaal. Als eerste wil ik onze beschermheer Karel Verzoes van harte welkom heten op deze openluchtmis. Ook wil ik graag een hartelijk welkom doen aan het kerkkoor uit Smakt onder leiding van Toon de Jong. Vervolgens wil ik natuurlijk onze jubilarissen ook van harte welkom heten. Hans Gerrits, 25 jaar Gildebroeder. Jeroen Rouwens, 25 jaar tamboer. Paul School, 25 jaar tamboer. Erwin Voesten, 25 jaar Gildebroeder. Tony School, 40 jaar Gildebroeder. Rinus Thijssen, 40 jaar Gildebroeder. Rini Peters, 50 jaar Gildebroeder en 60 jaar tamboer. Frans Kusters, 65 jaar lid van het Tamboerskorps. En ook wil ik natuurlijk onze gildepriester, die een klein beetje te laat was, maar wel verwelkomen in deze openluchtmis. In de ban van corona hebben wij heel veel eenzaamheid gehad. Eenzaamheid in een periode waar we eigenlijk de verbroedering allemaal hard nodig hadden, zeker in deze periode. We zijn dit jaar eigenlijk allemaal wel een klein beetje getest. Getest op geduld, vertrouwen, regels en vooral elkaar missen. Vandaag zie ik eigenlijk wel een kans, zeg maar, om weer een lichtpuntje te zien. Ik ben zo blij dat de zon schijnt vandaag. En tot we hier met z'n allen weer een klein beetje dichterbij kunnen komen bij elkaar. We kunnen elkaar weer zien, spreken, helaas nog geen hand schudden of een warme knuffel geven. Maar we zien in ieder geval weer licht aan het einde van deze tunnel. Tot slot wil ik daarom ook even stilstaan bij de mensen die de afgelopen anderhalf jaar zich eenzaam, ziek of sterker nog overleden zijn aan dit verschrikkelijke virus. Mijn dank hiervoor, tot we hier toch met z'n allen vandaag bij elkaar kunnen zijn, om hier even bij stil te staan. Dank jullie wel. Dan geef ik bij deze het woord weer terug aan Ruud.
Dankjewel, Gert-Jan. Beste allemaal, laten we dit uur hier dan samen zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan staan voor de lezing van het evangelie. De Heer zij met u. Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Toen Jezus aan land ging, zag hij dan ook een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder. En hij begon uitvoerig te onderrichten. Zo spreekt de Heer. Beste gildezusters en gildebroeders, beste allemaal. Koningsgieten 2021. Vanwege de watersnood vond het koningsgieten gistermiddag plaats op het aloude schietterrein aan de Voortweg. Daar staat nog één schutsboom. In de Lemse Kuur staan er verschillende. Deze schutsbomen dienen voor het beoefenen van een sportief spel met een hoog ernstig gehalte. Wie de houten vogel eraf schiet, wordt koning of koningin. Schutsbomen staan er niet alleen in de Lemse Kuur en de Voortweg. Sinds begin dit jaar staan ze praktisch overal ter wereld. Maar deze schutsbomen hebben een ander karakter. Ze zijn meer medisch van aard. Toch is het ook hier de bedoeling om een vogel neer te halen. Een vogel die we kennen onder de naam coronavirus. Om dit doel te bereiken wordt er met allerlei vaccins op deze virusvogel geschoten. Pfizer, AstraZeneca, Moderna of Janssen, waarna je kennelijk spontaan begint te dansen. Dit soort vogelschieten heeft een hoog ernstig gehalte. Het gaat tenslotte om onze volksgezondheid. Toch doen ze gelukkig ook wel speelse momenten voor. Toen ik mijn eerste prik ging halen en op de stoel plaats nam, begon ik meteen een van de mouwen van mijn overhemd op te rollen. Degene die de prik ging zetten zei: "Goed zo, meneer, stroopt u uw arm maar eens flink omhoog." Ik zei: "Zullen we met dat opstropen maar niet gewoon houden bij de mouw?" Ze keek even verbaasd tot de vergissing bij haar begon door te dringen. We hebben er samen om gelachen. Maar ondertussen laat de virusvogel niet met zich spotten. Met al die vaccins die erop worden afgevuurd, raakt hij wel vleugellam. Maar het beest is hardnekkig. Telkens steekt hij in een of andere vorm toch weer de kop op. Of het ons lukt om deze vogel ooit helemaal af te schieten, is nog maar de vraag. En over schieten gesproken, dit woord kan in veel betekenissen worden gebruikt. Als we kijken naar de vreselijke gevolgen van de watersnoodramp, waardoor veel mensen momenteel worden getroffen, dan gaat het nu met name om de betekenis van te hulp schieten. Ook weer een bijzonder soort schutsboom. Terug weer naar het koningsschieten 2021. Koningen en koninginnen komen ook ter sprake in de eerste lezing. Ze worden niet met deze titels aangeduid en behalve koning David worden ze geen van allen met name genoemd. Als leiders van hun land maken ze er een puinhoop van. Ze bekommeren zich niet om het lot van hun onderdanen, maar hebben enkel oog voor hun eigen belangen. Maar dat is toch logisch, zorgen voor elkaar? Dat is toch vanzelfsprekend, elkaar respecteren, zullen we al gauw willen roepen. Helaas niet. Een schrijnend voorbeeld. Toen vorige week tijdens de EK-finale 3 gekleurde mensen er niet in slaagden een penalty voor hun club te scoren, kregen ze op allerlei manieren een hele bak racistische opmerkingen over zich uitgestort. Zo logisch is het dus niet om om te zien naar elkaar. Het is dus niet zo vanzelfsprekend elkaar te respecteren. Op dit punt hebben wij mensen nog heel veel in te halen, in het groot en in het klein. In onze eigen privéomgeving
en in grote verband, zoals bijvoorbeeld het gilde. In dit verband komt hier meteen weer een ander soort schutsboom in het vizier. Dat zijn wij zelf. In de zin van elkaar schuts, oftewel bescherming bieden. Als gildebroeders en gildezusters dienen we elkaars beschermvrouw en beschermheer te zijn. Niet alleen in gildeverband, maar overal waar we gaan en staan. Een houding voor het leven. In deze zin had Theo Kuipers vrijdagavond dan ook volkomen gelijk toen hij tegen Karel van Soest zei dat het beschermheerschap niet per se gekoppeld is aan het burgemeester zijn. Koningsschieten 2021. Met schutsbomen die dienen voor het beoefenen van een sportief spel. Schutsbomen om de virusvogel af te schieten. Schutsbomen om te hulp te schieten. Wij zelf als schutsboom, elkaars beschermvrouw en beschermheer. Of, uitgedrukt in woorden uit de evangelielezing, elkaars goede herder. Bij dit laatste is er natuurlijk telkens sprake van rolverwisseling. De ene keer ben je voor iemand de goede herder, de andere keer ben je zelf het schaap wat hulp nodig heeft. Een goede herder zijn is moeilijk. Het schaap zijn zal ons makkelijker afgaan. Op zijn tijd mekkeren kunnen we allemaal. Koningsschieten 2021. Zoals gezegd bij de inleiding, hebben we in deze viering als moment van rust verschillende bomen opgezet. Als we dit allemaal nog eens willen overwegen, kan het misschien mooi wanneer we vanmiddag vanwege de temperaturen onder een boom met rijk gebladerte gaan liggen. Ik wens jullie allemaal nog een mooie dag toe. Beste allemaal, we hebben hier het brood en de wijn klaargezet die we gebruiken in deze viering vandaag ter gelegenheid van het koningsschieten. En bidden wij dan alle dat deze gaven mogen worden aanvaard door God de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit onze handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Goede God, als teken van verbondenheid met uw Zoon Jezus, hebben wij brood en wijn in ons midden geplaatst. Geef dat wij naar zijn voorbeeld ons verbonden mogen weten met u en met elkaar. Dat deze viering ons mag bezielen tot een leven waarin wij bekommerd zijn om het geluk van allen. Dit vragen wij u door hem, die vol was van uw geest. Jezus, uw Zoon en onze broeder. Amen. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijne in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen ze gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.
beste allemaal. Vrede komt tot stand wanneer mensen leven vanuit een geest die positief is ingesteld. Laten we elkaar dan in deze geest de vrede toewensen door middel van een knik, een knipoog of allebei mag ook. De vrede van de Heer zij altijd met jullie. Laten we deze viering dan besluiten met Gods rijkste zegen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.